Roasted onion en sour cream. Dit kan bijna niet misgaan. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan Joep en ik weer allerlei nieuwe producten uit de supermarkt testen. We hebben echt van alles. Ja. Een cocktail. Een flinke zak chips. We hebben best wel wat toetjes. Ja. Wij hadden het erover in de winkel. Ja. Het is nu de zomervakantie en nu komen er superveel nieuwe toetjes. Ik vond het ook echt iets voor kerst eigenlijk. Ja, ik vind Vooral het een hele rare tijd. Deze smaken. Ik hoop in ieder geval dat jullie weer zin hebben om mee te kijken. Doe ook even een duimpje omhoog. De vorige keer hadden we ook echt heel veel likes, dus daar wil ik jullie echt voor bedanken. Wat hadden we toen gevraagd? We hadden toen gezegd dat we voor de 900 gingen. Ja. Een half uur geleden stond die op 990. Echt? Ja, echt niet normaal. Wow. Dus Ik wil zeggen, we gaan voor de 1000. Ja, maar dat is wel echt, echt veel. Maar we gaan het gewoon proberen, jongens. Ja. Dus laat zeker even een duimpje achter. Heel erg leuk. Vergeet ook zeker niet om even hieronder te abonneren. We gaan overal weer cijfers bijgeven. We gaan overal de prijsjes bijzetten. Dus laten we gewoon meteen beginnen. En deze keer hebben we trouwens alle producten bij de Albert Heijn gehaald. Ja. En we gaan dus ook beginnen met iets van het huismerk van Albert Heijn. Want daar hadden ze heel veel nieuwe dingen van. Ze hadden nieuwe yoghurtjes, nieuwe soort van brekers, wannabes en ja, echt van alles. Leuk, dat ook gewoon huismerken nieuwe producten blijven pompen. Ja, zeker. We hebben dus 3 toetjes. Daar ben ik het meest benieuwd naar deze. Ja, dit is een miljonairs dessert met karamelsmaak. Is dat een officieel toetje of zo? Ik weet niet, ik had het nog op willen zoeken. Want anders is het best een rare naam, ja, om het zo te noemen. Want dit is tiramisu en dit is struifel. Dus dit zijn echt van die normale smaken. Dat je ik dan denk denkt, ja, dit dat een miljonairs dessert wel gewoon een algemeen ding is. Ja, ik denk het ook. Ik ben benieuwd of iemand van jullie het weet. Maar ja, met welke gaan we beginnen? Zullen we met die beginnen? En zo ziet het bakje eruit. Er staat dus op dat het met karamelsmaak is. Met laagjes chococake en room. Nou, het klinkt, heel eerlijk, het klinkt heel lekker. Vind ik. We zijn weer goed. Oh, wow. Er zitten allemaal gouden stukjes in. Wat vet. Fancy. Ik vind het er wel vet uitzien. Ja, we zijn weer goed voorbereid met de houten lepels. Ja. Nog steeds geen volledige keuken. Maar dus, we gaan steeds een stapje verder, jongens. Ja. Pak jij maar eerst. Ik vind... Is dit oh, hard? Het is heel hard. Dit voelt een beetje als zo'n toetje van... Ja, die je door moet breken. Van Magnum, is dat toch? Die potjes. Ja, ook. Ja. Dat je zo... Waar jij sowieso niet met die lepels doorheen komen. Oh, nou, oh, wel. Toch wel. Oh, dit vind ik er zo lekker uitzien, jongens. Het lijkt aan de zijkant of het heel veel chocola is, maar ja, aan de bovenkant valt het uiteindelijk klopt mee. Hallo? Heel dat bakje splash daar uit elkaar. Ja. Jeetje. Ik vind die gouden stukjes erop heel vet, moet ik zeggen. Ja. Mijn hapje is echt super klein, dan heb jij... Mm. Voor mijn gevoel smaakt het ook een beetje naar tiramisu. Ik vind het wel heftig. Er zit een heftig smaakje in, maar ik weet niet wat het is. Ja, je proeft niet eens heel duidelijk de karamel of zo, maar... Er zit een bepaald smaakje in. Wat ik niet kan plaatsen wat het is. Snap? Een beetje alcoholig. Dat. Ja. Dat. Nou, dat zou ik op zich wel moeten kunnen plaatsen, maar... maar helaas. Nou, ik wil gewoon vooral die gouden stukjes, vind ik gewoon ja, heel vet. Ja, dat zou ik wel gaan. Ja, die wil ik. Zullen we doorgaan naar de tiramisu om te kijken of die dus heel anders ja is? Dit is dus die met tiramisu. En dit is met laagjes lange vingers en mascarpone met koffie. Het klinkt veel minder lekker als je het zo zegt. Ja. Tiramisu klinkt ja veel lekkerder. Heel veel mensen vinden dit zo geweldig, die pakken dit overal waar ze kunnen. Ik vind het wel lekker. Het smaakt eigenlijk een beetje alsof je dit gewoon in de blender hebt geknald en dan komt dat eruit. Toch? Ja, dit is gewoon een soort van tiramisu, maar dan met laagjes. Klopt, dat klopt. Oh, ik vind het wel lekker joh. Ja. Ja. Nu ik dit op heb, denk ik ga ook vaker tiramisu bestellen. Ik bestel het nooit in een restaurant. En dan gaan we door naar de laatste. En dit is dus truffel met lemon curd met laagjes koek en room. Nou. Het klinkt veelbelovend. Ik denk dat jij dit wel lekker vindt. Want dit is met zo'n citroen, heel lekker fris. Ja. Heb ik wel het gevoel. Ik denk wel dat na al die koffie en chocola dingen dat echt heel anders gaat zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Het ziet er echt helemaal lekker uit, vind ik. Ik vind dat het ook een beetje lijkt op een toetje die... Je ziet echt de laagjes zitten. Daar ja lijkt echt een toetje uit het restaurant, zeg klopt maar. Het ziet er wel luxe uit, ja, op zich. Zeker. Nou, leef je uit. Ja, ik wil eigenlijk alle stukjes een beetje, maar... Ja. Ja, ik vind dit dus heel heftig. Als je hiervan houdt, vind je het denk ik helemaal lekker, maar ik vind het gewoon een beetje heftig. Als je hiervan houdt, vind je het helemaal lekker. Ja. Dat is toch logisch? Ja, dat is ook logisch, maar je snapt wat ik bedoel. Als je van, ja, van als je van limoncello en zo houdt, dan denk ik dat je dit lekker vindt. Dit is het en daar hou ik niet van. Dat is, ja, dat is het. Dit onze spul smaakt gewoon naar limoncello. Je moet een beetje proeven zonder al het onderste. Ja. Oké, zullen we cijfers geven? Mm-hmm. Ik geef de miljonairs dessert een 8.
Tiramisu een 8, die een 6,5. Okay. Want het is wel, ik zou het wel eten, maar ik vind het minder. Welke vind jij de beste van de drie? Ik vind het lastig. Misschien toch die miljonairs. Ik ook. Ja, ik denk dat, ja, die vind ik wel het lekkerst eigenlijk. Ik ook. Ik 9, 8, 7. Kijk, nou, dus zeker wel een aanradertje, jongens. Ik ben benieuwd of iemand van jullie deze al geprobeerd heeft. Volgens mij hadden ze ook nog meer smaken, maar die vonden wij iets minder interessant. Iets van bosvruchten. Maar ik denk wel, als je dit als toetje gaat eten, gewoon na het eten, dat je er echt rekening mee moet gaan houden. Want je zit vol hierna, denk ik. Ja, dat sowieso. Maar wel heel leuk, als er mensen komen eten en je geeft ze dit. Ja, dat is wel leuk. Hoe vet is het ook als je dit echt mooi neer kan zetten op een bordje. Ja. Dat lukt net niet, helaas. Maar dat zou wel echt vet zijn. Oké, het volgende is echt iets heel anders. En hier ben ik dus heel erg benieuwd naar. We stonden in de supermarkt en we konden het dus niet vinden. Ja. We keken de heet bij alle kaas en zo. We dachten, waar is het nou? Je zou het moeten hebben. Dit is dus van die grillkaas. Ja. Van Old Amsterdam. Alleen, het rare is, er lag in het schap gewoon op best wel lage hoogte. Ja. Lag allemaal andere grillkaas. Dus wij dachten, ze hebben het gewoon nog niet. Nee, als het daar niet bij ligt, dan ga je ervan uit dat ze het niet hebben. Precies. Maar toen vroeg ik het dus aan een andere jongen en die ging toen op zijn schermpje kijken. En toen zei hij, het moet helemaal bovenin liggen. En toen lag het echt zo plat in het schap. Dus we konden het gewoon oprecht niet zien. Het is echt super handig dat ik het aan kan. Zeker. Dat dat in mijn vakken veel dagen willen hebben. Ja, dat snap ik. Zo ziet het er in ieder geval uit. En we gaan het dus gewoon proberen. Er is alleen één klein probleempje. Het moet eigenlijk op de barbecue of in de pan. Ja. Dat hebben we allebei niet. De Bora zou eigenlijk afgelopen zondag gemaakt worden. Maar dat is helaas niet gelukt. Dus we gaan het nu op een tosti-ijzer leggen. Gewoon. Ik ben echt heel op een bakpapiertje. Ja, maar in principe is het ook gewoon een pan. Op een bakpapiertje. Ja, dan is het toch eigenlijk ook gewoon een pan. Dat is op zich wel slim. Dus we gaan het gewoon proberen. Kijk, en hier staat dus ook dat het eigenlijk dus 4 minuten in de pan moet of 6 minuten op de barbecue. Zo, dat is best lang eigenlijk. 6 minuten? Ja, vind ik best lang. Dat het dan niet gaat verbranden of zo. Een bakje kaas. Oh, maar dit werkt net zo goed, jongens. Ja, dit is even een geïmproviseerde pan. Gaan we er 1 of 2 maken? Eentje, denk ik. Ja, denk ik ook. Het is ook gewoon echt een schijfkaas. Of je ermee gaat airhockey of zo. Dan zie je ook gelijk hoe klein ons tosti-ijzer is. We hebben dus al een nieuw tosti-ijzer gekocht, omdat deze gewoon eigenlijk te klein is. Maar het is gewoon te klein van boterham. Ik ben heel benieuwd of die uiteindelijk zo gaat worden, maar we gaan het zien. Ja. Nou jongens, we denken dat het helemaal gelukt is. Ja. Ik hoop dat die van de binnenkant ook helemaal warm is, maar zo is wel hoe het plaatje eruit ziet. Ik vind het een heel raar concept, dat je gewoon kaas op de grill gegooid. Ja, het is een beetje om raclette of zo. Ja. Ja, ik hou wel. Ik ben benieuwd wie van jullie is allemaal fan van kaasfondue. Ik ben echt team. Het is wel lekker. Kaasfondue voor het leven. Alleen we eten het bijna nooit. Zeker zo in de zomer niet. Nee, maar dat is ook best logisch. Maar dat is best logisch. Maar oh, het is wel warm. Het komt helemaal door dat bordje echt heen. Heet. Het is echt heet. Oké, hoe gaan we dit doen? Misschien even gewoon op de tafel snijden. Ja, misschien even snijden. Ik moet ook wel zeggen dat ik altijd die kaas. Oh, nu gaan jullie helemaal op en neer. Wacht maar even, jongens. Ik vind ook altijd die kaas van Old Amsterdam wel lekker. Ja. Ik ga het gewoon met mijn handen doen. Ja? Heet. Het is, ja, dat heet. Het is krokanter dan ik verwacht had ofzo. Dit is echt heel lekker. Ja, het is een beetje als je een tosti maakt en er is dan een klein stukje naast gelopen. Mm. Dan is dit het. Ja, dit is zo lekker. Hmm. Hoor je dit niet ergens op te doen ofzo? Ja, dat weet ik dus ook niet. Ik vind het zo ook lekker. Ja. Ik, van, maar ik heb geen idee. Ik denk het niet. Het stond volgens mij niet echt op de verpakking. Nee. Ik heb het niet heel goed gelezen, maar het stond er niet echt op. Ik geef het wel een 8. Ik ook. Ik weet nog niet heel goed wat je er per se mee kan. Opeten. Ja, tuurlijk. Maar je snapt, ik zeg maar, het is niet dat je dit neerzet bij je borrel en denkt. Doe maar lekker eten. Ja, ofwel. Ja, misschien ook wel. Misschien bij het gourmet of zo. Ja, dat kan ook. Misschien, ja, ik vind het wel lekker. Misschien dat mensen ze ook een kleine stukje snijden. Ja. En niet in één keer zo. Wel heel lekker. Ja. Dan gaan we door naar het volgende. We hebben deze keer weer chips. En dit is van Lay's Max Roasted Onion en Sour Cream Flavor. Er staat hier ook trouwens op dat het nieuw is. Ik denk dat het niet eens een hele aparte smaak gaat zijn. Nee? Nee, ik heb toch het idee dat sour cream en zo, dat het al wel een beetje... Ja, allemaal een beetje hetzelfde is. Voor mijn gevoel. Maar dat zou ook echt voor mijn gevoel kunnen zijn. Ik ben wel benieuwd naar die uismaak, want ik ben geen fan van cheese onion. Nee, dat klopt. Het ruikt naar ui. Zo, dit is, het ruikt gewoon echt naar 1-0 ui. Maar hier staan ook gewoon echt van die uitjes op zo. Oké. Veel ui. Wel lekker, maar wel veel ui. Maar veel wel lekker. Ui. Ja. Ja, die sour cream die komt op het einde. Mm-hmm. Dit is wel echt zo'n chips. Ja. Een beetje net als patatje joppie. Die moet je ook niet tijdens andere chips eten. Dus echt, klopt. Je eet 1 chips dan. En dat is deze of zo'n patatje joppie en niks anders. Ja. Want anders smaakt het niet. Wat geef je dit? Een
6,5. Ik geef het wel een 7,5. Ik vind het wel lekker. Ik zeg niet dat ik het per se nog een keertje zou kopen. Nee, dat is meer. Want ik heb, maar ik denk, ja. Ik vind het ook niet vies. Het is wel lekker. Ja. Ik vind het lekker. Ja. Wat vind jij van die Lay's Max? Heel eerlijk, zijn deze zoveel meer geribbeld dan de oude gewoon geribbelde chips? Mm. Nee, hè? Maar ik merk wel dat ik hiervan door wil blijven eten. Ja, maar die smaak toch niet meer. Ja, dan denk ik wel, oeh, lekker. Ze hadden ook nog de Red Sweet Chili Flavor. Oh. Hebben we die al een keer geprobeerd? Weet ik niet. Nee. Ik durf het niet te zeggen. Maar jongens, wat hoort er bij chips? Nou ja, niet per se dit, maar hè, laten we even een bruggetje maken. We gaan door naar de cocktail. Yes. En hier kreeg ik een tip van een van jullie voor ook op Insta. Dit zijn namelijk ready-to-serve cocktails. Dus in principe is het al helemaal klaar. Zo, maar dan is het wel snel op. Het is wel snel op. En dit is een passionfruit martini, toch? Ja, ja. Dus het is eigenlijk een beetje die Pornstar martini. Zonder die echte naam te geven. Ja, precies. Ik denk dat we het gewoon gaan maken, jongens. Laten we het gewoon gaan maken. We hebben deze video best wel veel dat we jullie even meenemen naar de keuken en even gaan laten zien hoe we het maken. Ja, je moet hem nog wel schudden. Ja, met ijsklontjes. Dus we moeten gaan shaken. Hebben we ijsklontjes? Ja, we hebben ijsklontjes. Je ziet daar dus trouwens ook dat de kookplaat er weer uit is. Maar dit is in ieder geval het flesje. Dan weten jullie hoe die eruit ziet. En ik dacht dus dat er geen alcohol in zat. Jawel. Maar dat blijkt dus wel zo te zijn. En verder zijn we eigenlijk best wel goed voorbereid. We hebben een passievrucht, we hebben een shaker en we hebben glazen. Let's go! Dit is eigenlijk een beetje deel 2 van de cocktails met Joep en Joyce. Oh ja. Want we hebben dit laatst een keertje in een action shoplog gedaan. Niet in de laatste action shoplog, maar eentje daarvoor. En daar kreeg ik heel veel leuke reacties op. Dat jullie zeiden, we willen vaker cocktails zien. Ja. Dus dat gaan we vaker doen. Als kookboek of zo gaan maken, gaan we er ook cocktailrecepten in doen. Zeker! Heel raar om nu gewoon alleen maar dit spul te doen. Ja. Terwijl je normaal allemaal dingen moet mixen, zeg maar. Hoppatee. Ik hoop zo dat het lekker gaat zijn. Ja. En dit is trouwens een soort shake beker. Maar we hopen dus ook dat die niet gaat lekken. Zo. Nou. En als we het dan testen we het ook goed. Overstroomt dadelijk helemaal. Passievruchtje in. Sloppie. Ziet er goed uit. En nou jongens, dit belooft wel wat. Ja, het heeft wel de looks, hè? Als je ziet hoe dit eruit ziet, denk ik nou, dit kan bijna niet misgaan. Het is best een goede poging. Het is een goede poging, maar ja. Het is hem niet helemaal. Nee. Ja, ik vind het, Joep heeft hem al bijna op. Nee. Sorry. Nee, ik vind hem wel, ik vind hem lekker, maar je blijft gewoon proeven dat het voorgemaakt is. Je blijft gewoon altijd proeven van, oké. Het komt gewoon echt uit een bakje. Het is heel anders dan als je hem zelf maakt. Als je echt in een bar een cocktail gaat drinken en het wordt echt geshaked of we maken hem zelf thuis. Het smaakt ook wel meer naar vanille, denk ik. Ja, maar ik vind het op zich wel lekker. Het is wel lekker. Het drinkt ook makkelijk weg. En het is makkelijk te maken. Ja. Want laten we eerlijk zijn, cocktails maken, soms dan doen wij er best wel lang over om het zelf helemaal te maken. Zo, het is echt snel. Duur was zo'n fles nou? Volgens mij was die 11 euro, 13 euro, zoiets ongeveer. Ja, ik denk dat er... Er kunnen best wel veel glazen uit. Zes van cocktails uit kunnen? Ik denk nog wel meer. Ja. Nee? Nou, 6 denk ik. Oké. Maar goed, 2 euro per cocktail is prijzig, behalve als Dat is echt niet prijzig. Inderdaad, als je met terras vergelijkt, dan betaal je ook gewoon 12, 13 euro voor zo'n ding. Vind ik ook niet normaal, maar goed. Ja, ik vind hem heel lekker. Hij is net iets te zoet. Dat is het. Dus ik, ja. Ja, maar het moet ook wel echt zoet zijn. Ja, klopt. Wat geef jij dit? 7. Ik geef het een 7,5. Oké. Nou ben ik ook wel benieuwd naar de andere smaken. Want volgens mij hadden ze nog 1 of 2 andere smaken. Hm. Iets met een rood kleurtje. Sowieso. En voor de rest weet ik het even niet meer. Ik ook niet. Het ziet er wel helemaal leuk uit. Ik ben echt fan van die passievruchtentrend. Ja, oh wel. Nee, maar gewoon niet ook van niet in de gaten. Nee, maar niet per se van het drankje. Maar overal, bijna elk product komt tegenwoordig passievrucht in. Klopt. Dat is echt helemaal heel een nieuwe hype. Eerst was het allemaal gezouten karamel en nu is het allemaal passievrucht. Ja, ik ben ook nog steeds zo blij met deze glazen. We hebben zoveel cocktailglazen, jongens, maar wij maken gewoon best wel vaak cocktails. Dus dat is gewoon echt top. We gaan door naar de volgende 2 producten. Of ja, we gaan eigenlijk eerst naar deze. En deze gaan we ook gewoon meteen in de oven of in de airfryer leggen. Eigenlijk hadden we dit beter tegelijkertijd kunnen maken. Ja, dat klopt. Maar goed. Maar dat maakt niet uit. Dit zijn nieuwe knakworst bites van de Albert Heijn. Volgens mij was dit lijpduur. Ja, echt 4 euro echt, of zo. Echt 4 of 5 euro dat je echt denkt van als je normaal een potje met knakworstje koopt en bladerdeeg dan... Volgens mij is het echt een knakworstje en bladerdeeg. Ja, ik had wel zoiets van, yo, oké, dit is eigenlijk...
Kijk, snap je dat Ben & Jerry's of zo 6 euro vraagt? Oké, okay, maar ik vind dit wel voor 13 knakworstjes. Zullen we eens kijken hoe groot ze zijn? Ja. En we hebben dus ook deze nieuwe broodjes. We dachten, die nemen we ook mee. Ja, we hadden broodjes nodig, ook voor iets anders daar. Ja. En het is nieuw. Dus en het is nieuw, dus we gaan het gewoon ook proberen. Wat vinden we ervan? Ik vind ze best klein. Joep zou dit letterlijk in zijn eentje binnen 3 minuten op kunnen eten. Ja. Ja, nee, dit is echt... Maar het ziet ze zijn er een beetje heel uit, klein. Het ziet eruit als een kipkorn. Ja, nee, zo'n korndok. Ja, mini-korndok. Mini-korndok. Wij hebben tijdens het wachten even lekker de cocktails verder opgedronken. Of nee, die van Joep is al lang op. Mijn is erop. Maar ja, hè? Dat is gewoon mijn probleem. Veel te lekker. Het is ook heel lekker, maar ik vind het wel helemaal leuk dat ze dit in de zomer uitbrengen. Ja, dit is wel echt een nieuw product voor in de zomer. Ja, dat ik denk, dit is gewoon top. Maar... Nu gaan we hiermee beginnen. Ja. Ik wil wel nog heel even iets over zeggen. Joep en ik vonden echt allebei, zeiden we meteen tegen elkaar in de winkel. Wat is dit voor lelijke verpakking? Ja. Ik heb dat niet vaak, maar ik heb bij dit echt gezegd, nee, je hebt niet je best gedaan. Nee, dan die fles bijvoorbeeld, van die cocktails is al super mooi, weet je. En dit denk ik echt van, wat maar heb dit is je echt gedaan? Van, oh, wij zijn huismerk, dus wij doen ook gewoon een lelijke verpakking. Ja, dat vind ik ook. En er staat echt zo, wereldse hapjes. Maar waar in de wereld eten ze nog meer knapworst en bladerdeeg? Ik heb echt vast wel geen ergens idee. Maar er staat ook niet waar het dan vandaan komt. Nou, misschien wel in Amerika. Omdat ze daar ook corndogs hebben. Dat ze dan denken van, oh ja. Ja, maar dan hadden ze hem, heel eerlijk, als ze een corndog na wilden doen, dan ze hem groter moeten maken dan een jellybean. Ja. Dit is wel inderdaad, ik denk dat... Als je zeg maar een kipnugget van de McDonald's hebt, ze lijken misschien zo nog best groot, maar dat is letterlijk nog 3 keer zo groot. Echt... Dit is echt... Ik wil hier eigenlijk zo'n chubby bunny mee doen. Ja. Oké, zullen we proberen? Ja. Hij wil weer. Oh, waarom? Kom, waarom? Laat het bij knakworst en laat het bij kip. Ik vind het niet lekker. Het is ook niet handig. Nee. Ik vind het ten eerste best wel droog. Ja. Het is best wel droog. Ik vind de buitenkant pas niet bij, inderdaad, je moet gewoon... Kijk, mijn zusje maakt best wel vaak gewoon worstje en bladerdeeg. Ja. Met gewoon, hoe noem je dat? Gewoon... Worst en bladerdeeg. Ja. Ik weet niet wat je wilde zeggen. Ik weet ook niet wat ik wilde zeggen. Nee. Maar in ieder geval, dan vind ik het echt wel lekker. Dus, maar nee, dit is niet mijn ding. Ik vind het hem niet. En zeker niet als je ziet dat een pakje 4 euro is. Nou, 5 volgens mij zelfs. Ja, ik weet het niet, maar het is toch echt... Nou jongens, koop dit niet. Voor 13 van die stukjes slaat helemaal nergens op. En het is niet eens lekker. Het is wel prima, maar het is niet mega lekker. Nou, laat ik het anders zeggen. Het is niet zo lekker als in party de vorige video hadden we van die M&M ijsjes. Mm-hmm. Dat is dan ook 5 euro of zo. Dan denk ik, nou haal 1000 keer beter die. Mm-hmm. Nee, dit vind ik echt... Ik geef dit een 4. Ja. We gaan door naar het volgende. Naar het hamburgerbroodje. Yes. Ik krijg dus best wel vaak de vraag van... Wil je een keer een hele nieuwe productenvideo maken met allemaal vegan items? Ik heb daar wel een keertje naar gekeken, maar het probleem is... Het is eigenlijk al best wel lastig om elke keer weer allemaal nieuwe producten te vinden. Ja, überhaupt. Gewoon, ja, we proberen het sowieso 1 keer per maand deze video te doen. We proberen nog vaker 1 keer per 3 weken of zo. Want het vind, ja, ik vind het gewoon helemaal leuk om dit te doen. Maar dan is het dus best wel lastig om alle nieuwe producten te vinden. Laat staan om allemaal vegan nieuwe producten te vinden. Ja. Dus weet dat ik daar wel af en toe naar kijk, maar dat is het gewoon niet echt. Ik hoef ook af en toe wel. Ja, er zitten er wel doorheen, maar geen klopt, maar geen hele. Nee, dat is waar. Maar klopt. Het snijdt wel makkelijk. We hebben dus alleen geen dingen voor erop gevonden, maar dadelijk gaan we er wel iets anders op proberen. Maar ja, we hebben dus geen hamburger of zo gevonden. Maar ik dacht, we gaan het toch gewoon meenemen. Ik denk dat het best lekker is met een hamburger. Ja, het is gewoon echt zo'n zacht hamburgerbroodje. Ja, een beetje zo'n brioche-stijl. Ja, ja. Brioche. Ik vind het wel lekker. Ja, ja. Moeten we dit ook een punt geven? Mm-hmm. 7, want prima. 7,5. Want? Denk ik, prima. En ik was dus heel blij dat we alsnog die broodje hadden meegenomen. Want we wilden eigenlijk toastjes meenemen, maar dat hebben we dus niet meer gedaan. Nee. Want we hebben dus ook een nieuwe salade van Joma. Maar ik vind het ook wel wat hebben. Nou is echt alles wat we eten is nieuw. Dat klopt, dat is zeker waar. We hebben dus ook laatst hier de oude kaas sweet chili van geprobeerd. Die was toen ook nieuw. Die was echt lekker. Die heb ik daarna nog een paar keer als tip zelfs gekregen. Ja. Ja, maar echt jongens, nog even hier, die was echt heel lekker. Ja. Dus dan weten jullie dat. Maar deze is dus ook nieuw, met dus kip pesto. Eigenlijk best raar dat hij nu pas nieuw is. Het is toch niet zo'n ingewikkeld concept? Nee, het is niet zo'n... Nee, maar ik vond het wel... Ik weet niet wat ik van kip pesto vind. Ik weet niet wat ik hiervan ga vinden. Rare ik ben benieuwd. Nou ja, op zich is het niet eens een hele rare combi of zo. Maar ik vind het vooral een beetje rare uitzien. Het is een beetje... Ja, het ziet er echt... De kleur is een beetje dat ik denk, oh, dit vind ik... Ik zal het even laten zien. Ja. Zo, het ruikt sterk.
Zo, oké, ja. Zo. De pesto is aanwezig. Ja. Yes. Valt bijna uit elkaar. Wat dacht je nou? Doe ik iets geks? Ja, dus jij het in één keer opeet. Ja, dat is gewoon handig. Ja. Ik vind het wel lekker. Mm-hmm. Proef geen kip, proef gewoon pesto. Mm-hmm. Ik vind het wel lekker, maar andere zijn meer mijn smaak. Ja, maar het is gewoon echt pure pesto eigenlijk. Ja, het is meer pure pesto, ja. Dat vind ik ook wel. Ik vind het wel lekker. Ik geef het een 7. Ik geef het een 8,5. Kijk. Ik vind het lekker. Kijk. We zijn wel redelijk steady vandaag. Geen dikke onvoldoendes of zo. Nee, dat klopt. Ja, vind die ik knakworsten, maar verder. Oh ja. Heel erg, was ik nu alweer vergeten. Ja. En dan gaan we door naar de laatste twee producten. En deze zijn dus ook weer van het huismerk van Albert Heijn. Dit is een proteïnekwark met yoghurt met de smaak persik passievrucht. Dit is proteïnepudding met karamelsmaak. Ja, ik vond het wel grappig om te proberen. Ja, dat is ook echt best een tijdje de trend geweest. Gewoon overal extra eiwit aan toevoegen. Ja, klopt. Nieuw product. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar deze. Wat was dat ook weer? Ik heb eigenlijk helemaal niet geluisterd. Persik passievrucht. Persik passievrucht. Oh, dit ziet er... Het ziet er niet zo lekker uit, maar wie weet. Oh, dit is wel lekker. Het is echt een jelly. En nu gaan we allebei de andere proberen. Ik vind dit een hele rare substantie. Ja, dit. Nou, ik weet het niet. Het lijkt net bijna pindakaas ook, een beetje die kleur en zo. Ja, dat klopt. Ik wist dat dit ging gebeuren. Oh my god, het is echt heel smerig. Ja, het glijdt ook zo vies. Dit vind ik echt heel vies, sorry jongens. Ik vind deze ook niet per se heel lekker. Nee? Nou, dat komt denk ik omdat je net deze op hebt, want het is gewoon echt lekker. Gewoon wel echt zo'n lekker persik passievrucht smaakje. Ja, vind jij dit ook... Hier zitten van die stukjes in. En normaal heb je echt een bloedhekel aan van die stukjes in je eten. Nee, ik vind het helemaal prima. Ja? Ja, ik vind het helemaal prima. Joyce is volwassen geworden. Wiggle, 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 wiggle. Dan valt het er zo uit. Flop. Nou, ik moet echt zeggen, ik vind deze een beetje naar een iets smaken wat er al bestaat. Dit smaakt echt letterlijk naar iets wat al bestaat. Ja. Deze smaak, maar zo wel gewoon... 10.000. Wel lekker. En die vind ik echt heel vies. Sorry, maar ik vind het echt niet lekker. Nee, ik denk dat als je dit zo op de grond zou gooien, dat het weer omhoog stapt. Ja. Dit geef ik wel een 6,5. En die geef ik een min 2. Nou, het is ook weer niet de grootste verschrikkelijke. Jawel. Het is niet lekker. Jawel, dit is echt vies. Ja, dat krijgt een 5 en dat krijgt een 3. Oh, nou, je zit nog best... Zit er nog best in de buurt bij jou. Ja. Nou jongens, dit is alweer het einde van deze video. Ik vind dat we echt veel leuke producten hadden deze keer. Ja. En ook veel lekkere dingen. We waren zo helemaal blij over Albert Heijn huismerk dat ze allemaal nieuwe producten hadden. Ja. Die eerste toetjes die waren oprecht goed. Ja. Daarna ging het een beetje bergafwaarts. Ja. Maar ik vond het echt leuke producten. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie zouden willen proberen of wat je al geproefd hebt van deze dingetjes. Laat het zeker even weten in de reacties. Vergeet dus ook niet om een duimpje omhoog te doen, want we willen echt een keer dan die 1000 halen. Ja, is wel echt heel veel. Maar het zou super leuk zijn. En vergeet dus ook zeker niet om even te abonneren. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei!